over dat we dat verhaal hebben, dus dat collectief verhaal waar we mee bezig zijn. We hebben eigenlijk de wortels van dit verhaal liggen in de masterclass die we vorig jaar hebben gedaan met een aantal initiatieven. En die was gericht eigenlijk op reflectie op je eigen rol als organisatie en als persoon ook, als het gaat om de inclusie van vluchtelingen. En wat we gedaan hebben is vanuit die reflectie is eigenlijk een puzzel van verhalen maken. En dat is geen evaluatie van dit veld, dus van wat organisaties eigenlijk doen, maar het laat echt de potentiële kracht zien en waar deze organisaties mee bezig zijn om vorm te geven en hoe je moet kijken eigenlijk naar wat zij proberen te bereiken. En we hebben eigenlijk de verschillende dingen die zij doen in drie fases, een soort puzzel gemaakt van drie fases van behoeften eigenlijk in het pad van nieuwkomers op het moment dat ze aankomen naar Nederland. Op het moment dat je net aankomt heb je hele andere behoeftes dan na een paar jaar dat je hier bent en dat je klaar bent om ook bij te dragen op allerlei manieren aan de maatschappij. En we hebben laten zien eigenlijk dat er vanuit dit veld een beetje een andere benadering van inclusie komt dan vanuit het formele veld wordt uitgedragen. Dus dat is niet in plaats van, maar dat is eigenlijk complementair. En om het heel kort te schetsen is het ons idee dat wanneer je vanuit het formele veld opereert, bijvoorbeeld, hè, wanneer je vanuit een gemeentelijke dienst werkt, werk je vanuit een specifieke doel en target. En vanuit die targets ga je ook de nieuwkomer benaderen. Dus de nieuwkomer, er is eigenlijk altijd een probleem die je moet oplossen. En de nieuwkomer is in feite vooral de drager van dat probleem die je met elkaar dan moet oplossen. En in het veld van maatschappelijke initiatieven is er natuurlijk ook een heel sterke, dus die bestaan en ontstaan vanuit een sterk gevoel van urgentie. Dat er iets moet veranderen, dat er iets moet gebeuren. Maar tegelijkertijd is er echt een meer radicale openheid in de ontmoeting en de type relaties die binnen deze organisaties kunnen ontstaan. Waarin je dus potentieel ook de nieuwkomer hele verschillende rollen kan aannemen en vanuit verschillende aspecten van zijn identiteit gezien kan worden. Dus het is, dit was eigenlijk de sheet, met name een relationeel proces eigenlijk, hè, waarin relaties centraal staan, verschillende relaties kunnen ontstaan met mensen, tussen mensen met en zonder vluchtelingenachtergrond. Hè. Dus, en waarin ook beweging mogelijk is tussen verschillende rollen en posities. En dat noemen we dus inclusie als wording. Dus jezelf niet vastpinnen op bepaalde posities, maar steeds op zoek gaan naar de beste manier om je rol in te vullen in relatie tot de ander. En we hebben het over alteriteit. Beetje een moeilijk begrip misschien, maar nou, het is vooral bedoeld zodat als je het verhaal niet gelezen hebt, dat je zin krijgt om het te lezen. Maar met alteriteit bedoelen we dat je ook voortdurend kunt schuiven tussen posities en dat je de ander kunt benaderen vanuit het perspectief van de ander. En dat je dus ook niet kristalliseert in bepaalde rollen. Waarom is het belangrijk? Het laatste dat ik erover wil zeggen is omdat als we kijken naar eerdere generaties van vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen, zien we eigenlijk dat veel van hen die hoge verwachtingen hadden van wat ze in Nederland hadden willen en kunnen bereiken, en wat ze eigenlijk hadden kunnen worden, dat zij zich beperkt hebben gevoeld en voelen. En dat ze zich vaak vastgepind voelen op de rol van de ander. Dus de ander, degene die nog aan haar taal moet werken voor ze iets van betekenis kan doen. De rol van de eeuwige gast, de rol van degene die eeuwig hulp nodig heeft. En dat we dus eigenlijk juist deze alteriteit nodig hebben om nieuwe kansen te maken en beweging te krijgen in deze systeem, in dit systeem die eigenlijk zo beperkend is. En wij denken dat in dit veld van maatschappelijke initiatieven hele belangrijke bronnen zijn als experimenteerruimtes om daar ruimte voor te maken. Dit waren dan de drie fases waarin we de verschillende acties eigenlijk van al deze initiatieven beschrijven. Daar ga ik nu niet verder op in, omdat we anders te erg uitlopen. Maar die staan beschreven in de in het verhaal. En dat kunnen we dus uitbreiden door de verschillende acties van andere initiatieven nog erin bij te beschrijven in volgende edities. Dan wil ik nu heel graag aan René en Jeannette het woord geven. Ja, dankjewel Elena. Fijn. Welkom Jeannette. En je zei net, ik ga me zo meteen wat uitgebreider voorstellen. Dus daar zou ik je heel graag toe willen uitnodigen.
Misschien is het fijn als je kort wat over je eigen achtergrond kunt vertellen. En we komen sowieso nog uitgebreid te spreken over Women Inc. Ja, graag. Nou, heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik ben nu al zeer onder de indruk van al jullie initiatieven. En ik vond de voorstelronde heel interessant, omdat ik daardoor ook een beeld krijg in welk type behoeften jullie voorzien. Ook ten opzichte van dat aankomstlanden en toekomst bouwen. Welk type stakeholders jullie hebben. Want ik ben eigenlijk gevraagd door Halle, Elena en René om de ervaringen die ik heb vanuit mijn werk te delen met jullie, waardoor jullie er iets aan kunnen hebben. Ik ben al 15 jaar bezig met Women Inc. We hebben net ons jubileum gevierd. Ik weet niet, is een van jullie organisaties ouder dan 15 jaar, behalve de VU? Ik denk het niet. Ik vind onszelf ook best oud. En tegelijkertijd heb ik 2 kinderen. En 15 jaar is ook een ultieme puberleeftijd. Dus dat hebben wij als metafoor gebruikt bij het vieren van ons jubileum. Dat je als je 15 bent, denkt dat je al heel wat bent. Maar toch ook nog best wel wat te leren hebt. Maar een relatief volwassen organisatie zijn wij. Je vroeg me eerst persoonlijk voor te stellen. En dan zal ik dat aan de hand van Women Inc. doen. Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. Ik vind dat een heel interessante achtergrond, omdat dat heel relativerend werkt. Vroeger dachten mensen dat de wereld plat is en nu is hij rond. Je ziet dat heel veel gedachten kunnen veranderen en dat er altijd voorlopers nodig zijn om dat soort gedachtenverandering te trekken. En daar zie ik de organisatie die wij denk ik met z'n allen hebben ook onderdeel van zijn. Nog persoonlijker is, ik ben geboren in Oost-Afrika, consultant. ik ben geboren uit 2 onderwijsouders die daar les gaven in Kampala, Oeganda. Ik weet er niks meer van, want ik heb er maar 3 jaar gewoond. Ik wil er heel graag nog een keer naartoe. Ik heb dus 2 kinderen en 15 jaar geleden begonnen met het opbouwen van Women Inc. Misschien goed om te vermelden dat ik daar in eerste instantie zelf eigenlijk helemaal niet zo vol van was. Ik werkte toen bij een organisatiebureau. Ik had heel lang film en televisie gemaakt. En in dat organisatiebureau zou iemand tegen mij, we moeten toch eens kijken, dat hele ding met vrouwen, dat gaat wel belangrijk worden. En dan jij kan zo goed fondsen aanvragen, dus ga daar maar wat op researchen of we daar niet iets over kunnen organiseren. En ik had er eigenlijk in het begin helemaal geen zin in. Ik zat in het ouderwetse frame te denken van emancipatie en feminisme. Van waar boze vrouwen anti-man zijn en zich altijd benadeeld voelden. En ik was blakend in mijn leven. Helemaal geen, had geen zin om me daarmee te identificeren. Maar mijn baas, een man, was heel persistent en die bleef maar duwen. En die zei, nee, hier moeten we echt eens naar kijken. En toen ik me erin ging verdiepen, toen zag ik pas de cijfers. Toen dacht ik, ongelooflijk, loonverschil is er nog steeds. Zo weinig vrouwen aan de top. Kwesties als werk-zorgverdeling, waar ik niks van wist. Heel veel onrechtvaardigheden en eigenlijk een beweging die dus in favor of me was. Hè, mijn positie wilde verbeteren, daar was ik tegen. Wat een absurde gedachte. Dus toen dacht ik, oké, dat zit aan de kant van hoe het geframed is. Ik gebruik af en toe Engelse woorden, geef maar aan als ik dat te veel doe. Ik herkende me dus niet in de framing, maar ik herkende me wel in de inhoud ervan. En langzaam ben ik me daarin gaan vastbijten. Ik noem dit expres even, omdat het feit dat ik me er eerst niet in herkende en daarna wel, voor mij denk ik heel relevant is geweest om ook andere mensen blijvend te kunnen overtuigen. Dus je inleven in degene die in principe niks heeft met jouw onderwerp, dat is eigenlijk strategisch heel slim. Nou, dat ging mij bij dus een beetje vanzelf. Ben ik begonnen met eigenlijk puur het ontrafelen van wat zijn dan de grootste onrechtvaardigheden in Nederland en alles fact-based te onderbouwen. Toen ben ik heel erg duidelijk gaan kijken welke partijen heb ik nodig om zelf serieuzer genomen te worden. Vaak als jouw onderwerp of jouw achterban een beetje in het verdomhoekje zit, dan kan je je het best verbinden aan mensen naar wie wel geluisterd wordt. Dus ik ben heel duidelijk gaan kijken na het ontrafelen aan wie kunnen wij ons het best verbinden om op één schaakspel verder serieus genomen te worden. En wie waren dat? Wat voor partijen waren dat? Ja, dat is
heel erg per topic verschillend. Dan kan ik misschien straks beter aan de hand van concrete voorbeelden benoemen. Ook het werkwoord vertalen is van het begin af aan heel belangrijk geweest. Ik vind het altijd geweldig, ook als ik dan Elena en Halle hoor spreken, hoe zij eigenlijk een academisch kader geven van wat ik of wat jullie aan het doen zijn. En tegelijkertijd, wetenschappers zitten heel vaak op een heel hoog level van abstractie te praten. En wat zij zeggen wordt vaak weer niet begrepen door anderen. Dus wij hebben vertalen echt als een heel belangrijk woord ontwikkeld. Wetenschappelijke kennis over onze onderwerpen vertalen naar een makkelijk sausje wat iedereen begrijpt. En aanjagen. Dat zijn eigenlijk de vier werkwoorden geweest, als ik achteraf heb teruggedacht, die het succes van onze formule bepalen. Dus toen we eenmaal concrete onderwerpen hadden vastgesteld, René, bijvoorbeeld zoiets als loonverschil. Dan ga je aan de ene kant kijken naar hoe groot is dat loonverschil. Het loonverschil in Nederland is nu 14% tussen mannen en vrouwen. Maar de helft van het loonverschil kan je bijvoorbeeld verklaren doordat vrouwen ander type beroepen kiezen, minder dagen in de week werken, waardoor ze minder opleidingen krijgen. Kortom, een bepaald deel van het loonverschil is te verklaren door andere factoren dan je meteen zou denken. En als je dat ontrafelen dan gehad hebt, denken we, nou, we moeten ten eerste het broodje-aap verhaal, loonverschil komt omdat vrouwen niet kunnen onderhandelen, moeten we goed uit de wereld weten te helpen. Want dat waren alle radio-dj's altijd maar aan het herhalen op het moment dat wij zo'n onderwerp agendeerden, loonverschil. Ja, die vrouwen die moeten zelf ook wat beter voor zichzelf opkomen. Nou, moet je heel lang zoeken of er wetenschappelijk onderzoek is geweest. Dat is er wat zegt, nee, ook al onderhandelen vrouwen net zozeer als mannen, dan krijgen ze nog minder geld. Het zit hem in de bias van degene die hen beoordeelt en hun onbewust minder toekent. Mm-hmm. Nou, moet je dat weer groot maken. Dus welke partijen heb je dan nodig? Je hebt een wetenschappelijke partij nodig die onderzocht heeft wat jij zegt. Als jij het zegt, dan ben je wc-eend. Jou geloven ze niet. Maar als de VU het zegt, vinden ze het geweldig. Dus een wetenschappelijke partij kan super relevant zijn om serieuzer genomen te worden. Maar ook een specifiek medium. BNR, Business News Radio, is helemaal gericht op werkgevers. Werkgevers vinden dit interessanter dan op één, zou ik maar zeggen. Want dat zijn veel generiekere onderwerpen. Dus een bepaald medium die zegt van, nou, als jij met een goed onderzoek en een goed verhaal komt, dan willen wij daar wel een case van maken. Een bepaalde achterban vrouwen. Kortom, per onderwerp ga je eigenlijk kijken aan wie wil ik me verbinden om serieuzer genomen te worden. Ja. En zo hebben we eigenlijk tot nu, en dan stop ik weer even hoor, klaar voor de volgende vraag, maar een methode ontwikkeld met die werkwoorden die we in die 15 jaar echt goed getraind hebben. Ja. Zijn wij nu op drie onderwerpen, altijd op drie levels tegelijk aan het werk. En wij zijn natuurlijk een club die maatschappelijke beweging wil organiseren. Dus ik zeg het nu nog even hoog over. Straks duiken we in de concrete voorbeelden. Hoe dan? Op microniveau willen wij zorgen dat mannen en vrouwen concreet zelf weten wat ze anders kunnen doen. Wat kan jij dan aan je werkgever vragen als er sprake is van loonverschil? Hoe meet je eigenlijk of jij wel of niet gelijk krijgt? Dus op microniveau. Op mesoniveau, de professionals, de werkgevers. Wat moeten ze eigenlijk anders weten dan ze nu doen? Wat kunnen ze anders meten dan ze nu doen, bijvoorbeeld bij loonverschil? En op macroniveau, wat moet er anders veranderen in onze wetten om te zorgen dat bijvoorbeeld er zoiets komt als transparantie over loonverschil? En macroniveau, ik heb het vaak met de Rijksoverheid te maken, omdat wij vaak op nationaal niveau werken. Maar dat kan net zo goed zijn de gemeente met wie je te maken hebt. Maar wij hebben ontdekt om echte verandering op onze onderwerpen te creëren, dat we steeds die micro, meso, macroniveau willen bespelen. Maar dat lukt alleen omdat we nu een organisatie intussen van 30 zijn. Ja. Ik begon met één stagiair. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Misschien ben je zelfs een eenpitter. Dit is na 15 jaar een manier waardoor wij veel impact kunnen boeken in maatschappelijke verandering. Heel mooi. En Jeanette, als je nou terugkijkt naar die afgelopen 15 jaar, weet je nog het moment dat je voor het eerst merkte, haha, nu maak ik impact? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk meetbare van buiten, hè, van dat je echt een wet weet te veranderen. Ja. Maar ik heb het zelf eerlijk gezegd veel meer in van die kleine gesprekken. Mm-hmm.
dat je voelt dat je iemand hebt. En daarvoor niet, zeg maar. Hè? Dus dat je voelt dat iemand zich opent voor jou of onderwerp of hetgeen wat jij wilt agenderen. Kan je nog een moment herinneren dat dat in het begin gebeurde? Ik probeer even te kijken. Nou, wij hadden altijd maar een heel klein plukje subsidie van OCW. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik met die ambtenaar hem heb uitgenodigd voor een kop koffie. Het was echt letterlijk bierveeltjesniveau. Dat ik voor hem uittekende van, hey, dit zijn de emancipatiedoelen van jouw minister. Nou, dat is dus echt 3 ministers terug, hè. Plassterk. Totaal niet gemotiveerde man. 8 maart is Internationale Vrouwendag. Hij had emancipatie in zijn portefeuille. Hij was altijd op wintersportvakantie op 8 maart. Ik bleef hem maar uitnodigen, maar hij kwam nooit. Ja. Dus hij had eigenlijk helemaal niks met de case. Maar ik had die ambtenaar langzaam wel te pakken. En ik wist wat de doelen waren van de minister, die op papier stonden. En ik heb eigenlijk hem verteld hoe dat wat wij doen, zeg maar, zijn eerste stap was naar het bereiken van die doelen. Dus ik ben eigenlijk gaan backcasten. Dus dat wat hij benoemde dat er moest gebeuren. Gaan terugredeneren naar zeg maar de jaren van 4 die tussen ons lagen van de nieuwe minister. Ja. En toen ben ik aan hem gaan vertellen hoe ik, maar ook anderen in het veld, eigenlijk voor hem nu zijn ticket naar daar waren, zou ik maar zeggen. Ik weet nog heel goed dat moment dat ik hem had. En dat had ik omdat ik door allemaal gesprekken waar ik 100 keer tegen een deur liep, op een gegeven moment dacht, oh, dit is zo'n type logica, weet je wel. Ik moet even zijn type logica moet ik op mijn verhaal plakken. Ja. En ik denk dat dat bijna ook nu al de takeaway message voor jullie is, dat hoe goed het ook is waar je voor staat, degene tegenover je moet het gaan voelen. Hè? Die moet jouw boodschap in zijn of haar mandje gaan nemen. Dus leef je vooral in degene tegenover je en weet iets handigs te verzinnen, waardoor dat wat jij als aanbod hebt de oplossing is voor diens probleem. Ja, Elena zei net heel mooi, en ik las jullie plan ook, van dat jullie potentieel die experimentele ruimtes of die bronnen kunnen zijn voor hen. Nou, eerlijk gezegd, lieverds, ik denk dat nergens in een beleidsplan staat op zoek gaan naar experimentele ruimte. Als er wel staat, dan is er een heel idee over zijn. Ja. Dat staat nergens. Dat vind ik ook, wat jullie zeggen. Ja. Maar daar zal ergens staan, we hebben geen contact met de doelgroep. Of ik moet denken aan, dat heeft hiermee te maken, het was ook een heel mooi begin in het begin van Women Inc. Ik ga je even onderbreken, want ik wil even terug naar die kamer met die ambtenaar, dat je daar zat. Ja. Ik hoor eigenlijk, jij hebt op een gegeven moment leren hem of haar te lezen. Ja. Waardoor je wist, als ik nu dit op deze manier zeg, dan ga ik impact maken. En naar impact maken, dan pas ik ze in zijn beleidsplan, waardoor ik impact ga maken. Je moet die tussenstap nemen. En nou ben ik benieuwd, want als je nou terugkijkt naar al die keren dat je in zo'n kamer hebt gezeten, bijvoorbeeld bij de overheid, laten we daar even bij blijven. Wat ik je eigenlijk ook hoor zeggen is, luister, jullie hebben doelen, wij hebben instrumenten, zet ons gewoon in, want anders heb je straks ook een slecht verhaal, want je hebt je doelen niet gehaald, hè, zou je min of meer kunnen zeggen. Is dat eigenlijk, en dan hangt het van de vorm af per mens misschien hoe je het moet vertellen, maar is dat ook de manier waarop jij die overheid eigenlijk steeds te pakken hebt gehad van, luister, we willen eigenlijk hetzelfde, alleen dat zie jij nog niet? Ja, maar het moeilijke is, de overheid is niks. Dat zijn gewoon losse mensen die per 4 jaar veranderen. In ieder geval de politici, hè? Dus de overheid zelf, daar zitten mensen wel wat langer, maar toch ook, dan heb je om de 7 jaar switchen ze weer. Dus je bent het steeds opnieuw aan het doen. Ja. Bij elk onderwerp ben je dat wat jij zegt steeds opnieuw aan het doen. Dus als je zeg maar iemand bent die niet zo lange adem heeft, nou, dan moet je die route maar niet kiezen. Dit is een hele nitty-gritty route die wij kiezen, omdat we echt verandering in het systeem willen. Als jij iemand bent die veel meer zegt van, ik wil gewoon nu gehoord worden en ik wil dat iemand even daar anders over gaat denken, nou, dan kan je veel beter gaan voor een hele harde actie met een prachtig symbolisch beeld in een krant. Dan heb je je punt ook een keer gemaakt. Ja. Dus het is
Het zijn verschillende strategieën op verschillende momenten nodig. Als ik alleen maar met die overheidsambtenaar was blijven praten, dan was ik met de volgende ten onder gegaan, want die begreep mij weer niet. Ik zeg maar wat. Ja. Dus dat helpt natuurlijk ook met die drie niveaus die je hebt. Ja. Dit werkt bij deze man. Dus deze, die zit een beetje misschien ergens tussen meso en macro in. Of zie jij deze echt als macro? Dit zie ik als meso. Dit is een professional die bij kan dragen. En op macroniveau zie ik dat wat op papier staat. Echt wetten die kunnen veranderen. Ja. Of beleidsformuleringen die kunnen veranderen. Ja, want ik ben zo'n vrouw geweest die in het begin ook van jullie dacht. Women Inc. Ik zie plaatjes van vrouwen met hakken. En ik ben juist voor vrijheid van kleding. En toch hebben jullie mij weten te winnen. Op een gegeven moment heb ik Women Inc. enorm in mijn hart gesloten. Hoe ben jij omgegaan met dat microniveau van de mensen voor wie je het in feite doet? De vrouwen en ook de mannen die we daarbij nodig hebben. Wat zijn daar jouw strategieën geweest om hun echt goed te bereiken en aan te spreken op dat wat ze nodig hebben? Nou, dat is een. Dat met die hakken is heel grappig. Want alle journalisten die wilden graag een tegenbeeld. Dat zullen jullie ook merken. Er is bijvoorbeeld in jullie geval, gok ik zomaar, het beeld van de zielige vluchteling die geholpen moet worden. En dan daartegenover, journalisten denken altijd in extreme. Dus die deden als kop van het artikel feminisme op hoge hakken, om ons tegen iets af te zetten. Dus je bent in het beeld van de journalisten getrapt, René. Ja, ja. Het allermoeilijkste van mijn 15 jaar is geweest om de kikkers in de wagen te houden. Mm-hmm. Want wij hadden... en telkens als je in het midden staat, sta je goed van deze beelden. Mm-hmm. Maar daar is wel het meeste gezeik. Wie zijn de kikkers? In het midden in de kikker staat. Ik herinner me letterlijk het beeld dat ik op een Women Inc. festival, waar wij dus heel veel verschillende vrouwen bij elkaar, heel veel verschillende professionals bij elkaar, om te zoeken wat de onderwerpen waren. Ja. Dat letterlijk Jort Kelder, bij ons iets presenteerde. En tegen mij in mijn ene oor zei, ik vind het hier wel een beetje een lesbisch zootje. Terwijl vervolgens in mijn andere oor letterlijk iemand tikte en zei, heel even, jullie besteden helemaal geen aandacht aan de LHBT-gemeenschap. Dus in het midden, ja. Maar ze zeggen het wel allebei tegen mij. Ja. Even over het begrip van Halle, het tussenruimte. Halle heeft ook een keer een heel mooie speech op zo'n festival gegeven. In het midden is wel veel gezeik, want iedereen richt zich tot jou over wat hij net nog niet goed genoeg herkent. Maar je wordt wel genomen als midden voor mensen om zich omheen te begeven. En dat heeft dus ook met je karakter te maken. Ik sta er dan een beetje bijna historisch-antropologisch in. En dan denk ik, oh wat grappig, die zegt dat. Maar als ik me heel erg persoonlijk aangevallen zou voelen in het midden, dan zou ik constant bezig zijn met te verdedigen. Of, nee, maar dat bedoelde ik niet. Nee, maar wat we juist doen. Dus je moet je daar een beetje senang in voelen. Ja. En dan lukt het je met een steeds grotere groep impact te maken. Ja. Heel vaak in het begin hebben mensen ook tegen mij gezegd van, joh, kies één topic, bijvoorbeeld vrouwen naar de top. Of juist analfabete vrouwen. Kies één topic. Maar ik dacht steeds, nee, dat klopt niet. Want ons grote doel is dat het voor je kansen niet uitmaakt of je een jongetje of een meisje bent. Ik ga niet één onderwerp kiezen. Ja. Nou ja, de topvrouwen vonden het vaak een beetje vaag bij ons. De analfabete vrouwen trokken het niet als die topvrouw een te ingewikkeld verhaal had. Het is best moeilijk om voor zo'n grote groep steeds in het midden te staan. Ja. Maar ik vind even een korte proces. Opmerking maken, want er werd ook een vraag. Er komt zo meteen nog best veel ruimte om ook zelf vragen te kunnen stellen aan Jeannette. En Robert ook weer. Ik ga inderdaad ook zo meteen meer richting de dilemma's waar wij ook mee te maken hebben. Ja. Dat gaat gebeuren. Ja. Maar ik vind het wel fijn om nog even in te zoomen op een aantal voorbeelden, Jeannette. Want wij hebben ook we hebben al vaker in zaaltjes gezeten waarin we ook in ieder geval dingen anders zouden willen zien. En ik heb het al een keer gedeeld met deze groep, maar wij hadden een ervaring waarbij mij niet eens uit wat er inhoudelijk gebeurde, maar ik ging vol van de toeter blazen en jij kwam daar met een soort zachte landing in en zorgde ervoor dat ook daadwerkelijk het punt werd gemaakt wat moest
gemaakt worden. En daarna spraken we elkaar in de pauze en zeiden, ja, ik heb gewoon helemaal geleerd om in te schatten. Nu is het belangrijk om even heel stevig te zijn. Nu is het belangrijk om zacht te zijn. Dat kan jij heel goed, maar jij werkt met 30 mensen. Is dit ook iets wat voor jou heel belangrijk is om te leren aan de mensen die bij jou werken? Moet iedereen die bij jou werkt in staat zijn om zo strategisch te kunnen opereren? Nee. Nee, je hebt experts die gewoon heel veel van dingen weten. Je hebt goede productietypes die heel goed kunnen knallen. Je hebt communicatietypes die handig weten hoe je in de krant komt. Dan worden de redactietypes weer boos, want dat vonden ze niet genuanceerd genoeg. Dus nee, je hebt gewoon allemaal vakmensen bij je in je organisatie werken. Maar op ons, zeg maar, MT of directieniveau moet je dit wel kunnen. Want dit is, zeg maar, hoe je je doel behaalt en hoe je gehoord wordt. Nog even de vraag van Robert. Hoe onderscheid je, wat doe je samen? Wat wij in die meeting deden, misschien moeten we het even beschrijven. We zaten in een denktank waar we merkten dat degenen die ons hadden uitgenodigd eigenlijk helemaal niet inclusief waren. En René probeerde daarin het punt van inclusiviteit te markeren. Wat natuurlijk een beetje lastig is als je mensen hebt zitten die helemaal niet inclusief zijn en, zeg maar, even heel gechargeerd 5 witte mannen hebt zitten. Die gaan niet opeens zeggen, oh ja, René, je hebt gelijk. Maar ik herkende me heel erg in de rol van René, die dat heel scherp en slim verwoordde en agendeerde. En ik dacht, nou, ik moet nu niet René supporten door hetzelfde als René te doen. Ik dacht, ik moet zeggen wat zij nu denken, koppelen aan wat René nu zegt. En dan hebben ze een midden waardoor iedereen met zonder gezichtsverlies weer verder kan. Maar vaak genoeg, René, ben ik degene geweest, zoals jij, omdat ik dacht, niemand zegt het. Er staat een olifant in de kamer, maar niemand zegt het. Ja. En ten opzichte van de vraag van Robert, van, hè, met 15 organisaties. Ergens moeten jullie samen ook die dans vaak doen, denk ik. Als je samen in een panel zit, of als je alle drie in een pitch van een bepaalde gemeente meedoet. Je kan dan of kiezen van, nou, ik moet nu eerst even de subsidie van mijn clubje veiligstellen. Of je kan samen zeggen, nou, die zit al in die rol, die zit in die rol. Dan zullen we de mensen die moeten overtuigen, laten zien hoe juist deze drie samen het allerbeste oplossing voor een gemeentelijk probleem zijn. Ik zeg maar wat. Dus kijk vooral uit, hè, als een van de dilemma's van het veld of al die kikkers in de wagen houden, dat je elkaar niet gaat bestrijden. Heel vaak zijn er prikkels om dat wel te doen, namelijk één subsidieronde, namelijk één moment van netwerken, daar staat de wethouder, het congres of het talkshow is net geweest, iedereen denkt, oeh, ik moet nog even naar de wethouder voor mijn dingetje. Probeer samen, dat vind ik zo mooi aan wat jullie doen, een groter verhaal te maken, waardoor je steeds kan zeggen van, nou, ik zeg maar wat, Bordiel draagt op die manier bij aan het verhaal. Emilou op die manier, Yusra op die manier. En je elkaar hoog kan houden. En ik ben ook eigenlijk, want inderdaad, de manier waarop de overheid het maatschappelijk middenveld benadert, is ook van, wij hebben iets nodig, we hebben beperkt geld, jullie zijn aanbieders, dus komen jullie, verhoud je tot ons op een bepaalde manier, waardoor je bijna automatisch in een concurrentiepositie komt. Je herkent het denk ik uit je eigen veld. Zijn er voorbeelden uit jouw werkveld waarbij het lukt om in een coalitie dingen op een geslaagde manier aan te pakken? Ja. Nou, heel even, meneer van het Kansfonds was er ook bij, hè? Die zei over impact. Heel vaak is een fonds of een gemeente naar twee dingen tegelijk op zoek, namelijk aan de ene kant naar een mooi zielig voorbeeld, sorry to say, hè, iets kwetsbaars, iets wat je goed kan communiceren, wat toch nog gelukt is. En aan de andere kant naar systeemverandering. Namelijk, hoe zorg je dat dit structureel voor iedereen straks een beetje beter wordt. En wij zijn vooral goed in systeemverandering, maar dat krijg ik niet zo goed gesleten. Jullie zullen je initiatieven makkelijker, hè, we helpen die kwetsbare mensen, dit zijn de mooie 5 voorbeelden, kunnen vertellen dan ik met mijn systeemveranderingsverhaal. En tegelijkertijd weten we allebei dat ze allebei nodig zijn. Dus ik probeer vaak dan met zo iemand van een fonds of een gemeente te spreken,
om dit even aan de voorkant uit te leggen en wel het kwetsbare voorbeeld aan de voorkant van een aanvraag te leggen, maar te laten zien hoe dit aan de meer duurzame systeemverandering bijdraagt. En als ik het andersom doe, dus duurzame verandering voorop, dan zeggen ze, ja, dat is wel goed, maar mijn minister die zit er nog maar 3 jaar, die wil nu even scoren, weet je wel. Ja. Je hebt allebei die elementen nodig. En jouw vraag was nog een andere, dat samenwerken. Ik kan het voorbeeld van de gezondheidscase geven. Wij hebben 3 onderwerpen, geld en werk, waar die kansen voor vrouwen nog minder zijn. Beeldvorming, waar heel vaak heel stereotype beeldvorming over vrouwen en mannen is, hè. Gezondheid. En dat gezondheidsonderwerp, daar ben ik heel trots op vanuit Women Inc, omdat dat nog niet zo bekend was. Dat is het onderwerp waarin heel kort gezegd, misschien heb je er iets van gehoord, de medische wetenschap vooral op mannen gericht is geweest, waardoor zoiets als een hartaanval veel minder goed herkend werd bij vrouwen, omdat de boekjes eigenlijk de symptomen van mannen opschreven. En dat is 100 jaar en niemand heeft het veranderd, 100 jaar geleden ontstaan. En dat snap ik ook hoe het historisch gezien ontstaan is, hè, want zo begon de medische wetenschap. Maar het klopt niet dat dat niet intussen met onderzoek allemaal is bijgesteld. Toen dachten wij, toen we dat hoorden, van hoe gaan wij nou in godsnaam zoiets als de gezondheidszorg en de medische wetenschap vertellen dat dit anders moet als activistische club? Wat we gedaan hebben is een alliantie van wetenschappers, klokkenluiders verzameld, die allemaal elkaar ook nog niet kenden. Want ieder was in zijn eigen ziekenhuis of in zijn eigen vakgebied bezig om man-vrouw verschillen te agenderen. We merkten dat er behalve die ene klokkenluider die we het hardste hoorden, wel 20 klokkenluiders waren. Niet alleen op cardio, maar ook op allerlei andere gezondheidsaandoeningen. En we hebben heel veel tijd geïnvesteerd om hen samen een alliantie te laten vormen, om hun samen een kernboodschap te laten vormen en om hun samen een wetenschapsagenda te laten voeren. Daar heb ik allemaal als Women Inc helemaal geen geld voor, hè? Dus dat gaan jullie ook, voor deze vorm van samenwerking vind je nergens geld. Het is echt een investering van jouw organisatie om te zeggen, we gaan eens met 5 mensen kijken om, waar we mee gemeenschappelijk een punt willen maken. En uiteindelijk kan je dat, hè, we hebben een enorme slagkracht weten te organiseren. Ik weet niet wie van jullie, doe als je wil eens handjes omhoog, wist dat van dat hartaanval, wat ik nu net noemde. Nou, ongeveer, laten we zeggen, 25%. Dat weten jullie door ons. Maar dat was de allermoeilijkste vorm van agenderen. Want wij wilden ook niet dat het hele medische veld boos werd. We wilden ook niet dat mensen angstig in de, bij hun arts in de spreekkamer zouden zitten. Dus we hebben heel veel aan fact-finding gedaan. We hebben heel veel gedaan aan artsen, et cetera, die voorliepen meenemen. Allemaal investeringen van ons. Maar nu is het echt het ding waar ik bij Women Inc misschien wel het meest trots op ben. Want het is ons gelukt om een onderzoeksprogramma inrichten bij VWS over man-vrouw verschillen. Je ziet nu, ik ben met al die wetenschappelijke verenigingen en huisartsen en specialisten in gesprek. De helft is heel boos op mij. Maar de helft die zegt, nou ja, wat jij zegt, zullen we dat meer onderzoeken? En ik zeg, ik ben geen wetenschapper, ga het vooral zelf doen. Dus ze zijn nu zelf in de systemen aan het borgen. En het gaat heel langzaam. Dus ik vind elk stap die genomen wordt geweldig. Ik heb ook geen haast meer nu mensen er naar luisteren. Het kan alleen maar doordat we zijn gaan samenwerken. Ja. En daar hebben we heel veel in geïnvesteerd. En tegelijkertijd heb ik nu het uithangbord. Want niemand vindt het eerlijk dat een hartaanval bij vrouwen sneller gemist wordt. Dus ik heb het uithangbord voor eigenlijk de missie van Women Inc. voor de komende 15 jaar. Heb ik. En bij al die onderwerpen als loonverschil, ja, daar kan je van alles op afdingen. Iedereen vindt, want iedereen had het al gezegd. Dus dat is niet onderscheidend geweest. Ja. Als je gezamenlijk iets onderscheidends weet te verzinnen, kost het je heel veel tijd. Maar ben je vervolgens ook niet meer weg te denken. Nee. Wat ik nu hier ook uit meeneem is, hè, er is een heel mooi rijk stuk geschreven. Door de Refugee Academy in samenwerking met ons als veld meer ter inspiratie. De vraag, welk punt willen we eigenlijk maken, is wel een hele belangrijke vraag. En dat kunnen er niet 6 zijn, want dan weet je ook dat ze allemaal maar een beetje zullen landen. Dus dat nemen we denk ik sowieso mee. Als laatste vraag, voordat we naar vragen... Dit gaat dus ook met bloed, zweet en tranen. Hè? Want als je 40 wetenschappers 1 punt wil maken, of kijk eens naar jullie, je groep van 40... Wat vinden we het belangrijkst? Ja, dat is natuurlijk...
Dan gaat er iemand de ander in de nacht opbellen. Iemand anders breekt in tranen uit. Iemand anders zegt, zo kan het niet meer, want dan past het niet meer bij mijn missie. Dit vraagt heel veel, zeg maar, samenwerkende skills om tot zo'n driepuntenplan te komen. Ja. Laatste maar vraag. Het zit in jullie plan, hoor. De potentie zit in jullie plan, vind ik. Dat ben ik ook van overtuigd. Zeker nu, de timing is ook heel belangrijk, denk ik. Jullie, je zegt ook, hè, van wij zetten ons toch uiteindelijk in voor systeemverandering. Dus wij zijn van de lange adem, de duurzame veranderingen. Er zijn ongetwijfeld ook clubs in jullie veld die puur activistisch zijn, of puur burgerinitiatief zijn, of puur in de wijken werken. Kan jij een voorbeeld noemen van zo'n soort initiatief waarvan jij ook zegt, en zij maken echt verschil en wel hierom? Ja, wij hebben een project gehad, de Tafel van Eén, waar we juist eigenlijk alleen, daar stonden de lokale initiatieven voorop. Dat ging over werktoeleiding voor vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En dan zijn we eigenlijk in heel Amsterdam gaan zoeken naar de lokale initiatieven die de beste toegang tot die vrouwen hadden. En tegelijkertijd gaven die weer aan dat het bij hun wethouder niet goed op de kaart stond. Zij eigenlijk onze agenderende kracht nodig hadden. Dus dat vond ik een mooi samenwerkersinitiatief, waar juist de lokale organisaties echt de linken met de vrouwen hadden, of met de achterban, en waar wij echt onze agenderende rol konden vervullen. Ja, dat vond ik daar een mooi voorbeeld van.